hier toch nog even, nou ja, hoe moet je dat noemen, toch even een feestje komen vieren, zeg maar, met mij. Ja, het is toch wel de Olympische Spelen. Ik heb het gehaald, ik heb de finale gehaald en iets heel moois laten zien. Dus uiteindelijk is het wel een feestje waard. Ik wil niet dat Laura in een leeg huis thuis komt van, gods jongens, wat is er gebeurd dan? Is er iets gebeurd dan? Weet je, ze heeft er 4 jaar naartoe geleefd en hard voor gewerkt, veel voor gedaan, veel voor gelaten. Ik denk, ja, dat kan niet ongemerkt zomaar stilletjes thuiskomen. Daar moet iets, een warm welkom komen. Ik kom terug van de 2e Olympische Spelen en ik heb toch het beste eruit gehaald. Kijk, uiteindelijk moet ik ermee kunnen leven en ik ga toch weer 4 jaar verder. En dan hoop ik in Tokio toch weer iets beter te doen. Het is gewoon een lastige sport, BMX. Het zit allemaal super dicht bij elkaar en we hebben best wel veel toppers die kans maakten op een podium. Ik hoorde daarbij en ik ben er nou net naast gevallen, letterlijk en figuurlijk.